Ik wil jullie van harte feliciteren met het 45-jarig bestaan. Ik was lang geleden hoofdredacteur van SamSam. Ik vond het toen al een hartstikke leuk blad. En ik weet zeker dat het nog steeds erg nodig is. Kijk, zo lanceerden we destijds de nieuwe SamSam. Het moest een hoge vlucht nemen, net zoals de vliegers uit Guatemala. Nou, ik hoop dat SamSam blijft bestaan, want zeker in tijden van corona snapt iedereen dat we over de grenzen moeten kijken en moeten leren kijken. Nou, kinderen kunnen dat met SamSam onder andere doen, maar ze kunnen er ook gewoon simpel veel lol aan hebben. Doei, maak er een fijne feestdag van.